Gayatri Komal Baldeo Singh verdedigde gisteren haar proefschrift Birth Outcomes of Pregnant Women Potentially Exposed to Mercury in the Interior of Suriname and the Influence of Primary Healthcare met succes. Ze verkreeg hiermee de titel van professor in de medische wetenschappen. Baldeo Singh heeft tijdens haar onderzoek de kwikwaarden in het haar van zwangere vrouwen gemeten en ook de geboorteuitkomsten van de onderzochte inheemse en tribale zwangere vrouwen bekeken. Wanneer een zwangere vrouw veel vis eet, wordt het kwik in de vis opgenomen in haar lichaam en via de moederkoek getransporteerd naar het kind, waar het allerlei schadelijke gevolgen kan hebben op de hersenen van de baby, schrijft Baldeo Singh in haar onderzoek. Als eerst hebben we gekeken naar hoe de dienstverlening van de medische zending is uitgezet voor moeder- en kindzorg. Dit is gedaan over een periode van 20 jaar. De medische zending werkt met strategische plannen uitgezet in beleidsperiodes van gemiddeld 3 tot 4 jaar. In de afgelopen 20 jaar, dus vanaf 1998 tot 2018, heeft de medische zending 6 beleidsperiodes gekend. Deze strategische aanpak heeft geleid dat elke polykliniek is voorzien van gestandaardiseerde medische protocollen ten behoeve van de dienstverlening, dat gemeenschapsparticipatie een belangrijke rol heeft in de gezondheidsagenda en er is eruit voortgerold dat er verbeterde perinatale resultaten zijn, een verbeterde vaccinatiedekking is en dat er een afname te zien was van infectieziektes zoals diarree en luchtweginfecties. Om het gebruik van gestandaardiseerde richtlijnen van moeder- en kindzorg te kunnen beoordelen, heeft Baldeo Singh onderzocht hoe deze moederlijke variabelen van leeftijd, etniciteit en prenatale bezoeken van invloed waren op de geboorteuitkomsten. Het is gebleken dat kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan kwik een grotere kans hebben op ontwikkelingsstoornissen, zoals een verminderd IQ, minder goede leerprestaties en een minder goed geheugen, zegt Baldeo Singh. We constateerden dat 94% van de zwangere vrouwen gemiddeld 4 keer voor prenatale bezoek is geweest en 62% gemiddeld 8 keer voor prenatale zorg is gekomen op de polyklinieken van de medische zending. De prevalentie van vroeggeboorte en laaggeboortegewicht waren vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Wat we ook zagen was dat ongunstige geboorteuitkomsten vaker voorkwamen bij de inheemse vrouwen. Op deze slide ziet u dus een kaart van Suriname waarbij er 15 locaties zijn uitgekozen in het binnenland. We hebben 204 participanten gehad, waarvan 104 uit de inheemse groep waren en 100 uit de tribale groep. Een ander belangrijk resultaat uit het onderzoek van Baldeo Singh is dat inheemse zwangere vrouwen meer risico hebben op de blootstelling aan kwik dan tribale vrouwen. Verder is aangetoond dat inheemse vrouwen die op jongere leeftijd zwanger raken een hogere kans hebben op vroeggeboorten dan tribale vrouwen. Het onderzoek van Baldeo Singh is uitgevoerd in samenwerking met de Tulane University of Pittsburgh in de Verenigde Staten.